Een belangrijke uitdaging voor de Centrale Bank van Suriname is het stabiel houden van de wisselkoersen. Dat zegt governor Maurice Roemer, die vandaag zijn eerste persbriefing hield nadat hij op zaterdag 22 februari is aangesteld als governor van de moederbank. De inventarisatie binnen de bank en het overleg met de financiële actoren is belangrijk om lange termijn beleid hierop te ontwikkelen. De ontwikkeling op het koersenvlak is heel belangrijk. Dat is vanzelfsprekend. Maar er zijn natuurlijk nog een aantal andere zaken die toch te maken hebben met de beschikbaarheid van de zeer beperkte devisevoorraad op dit moment. En de vele behoeften die wij als land ons inmiddels hebben gepermitteerd. Ik denk dat het onwijs is om te praten over een getal op dit moment. We moeten eerst weten welke mechanismen nu precies hebben geresulteerd, enerzijds in misschien wel een speculatieve positie die nog teruggebracht moet worden naar een normaal mechanisme. En daar hebben we nog onvoldoende zicht op. Zoals ik u heb gezegd, moeten we alle relevante partijen hierbij zo spoedig mogelijk gaan spreken om na te gaan of er inderdaad, wat u bedoelt te zeggen, een evenwichtskoers zou zijn. Dat is niet zo makkelijk. De centrale bankgouverneur heeft vandaag zijn eerste vergadering belegd met de Raad van Commissarissen, de directie en het personeel van de moederbank. Voor Roemer is het belangrijk dat de centrale bank binnen de wettelijke bevoegdheden van de bank de ruimte krijgt om haar werk naar behoren te kunnen doen. Een voorwaarde die hij ook heeft gesteld bij het aanvaarden van deze functie. De belangrijkste voorwaarden zijn dat je als governor de wettelijke taakstelling naar behoren kan uitoefenen. Dat in ieder geval. En verder is met partijen gepraat over uniformering in een aantal uitgangspunten om de uitdagingen waar we voor staan, dat die eenduidig gezamenlijk worden bepaald. Ik heb vanmorgen in mijn toespraak heb ik mij toegespitst op de organisatie van de bank. Ik ben ingegaan op de uitdagingen in de macro-economische sfeer en in de monetaire sfeer. En ik ben ook kort ingegaan op het toezicht van de bank op de financiële instellingen. Bij deze persbriefing werd ook naar duidelijkheid gevraagd over de besteding van de 100 miljoen US dollar aan kassareserve, wat ook had gezorgd voor een maatschappelijke druk op de Centrale Bank van Suriname. Die vraag beantwoordde de nieuwbakken governor als volgt. Natuurlijk weet ik het niet, want anders was dat ook al in de publiciteit, want we hebben als bank hebben we de plicht om het publiek hierover te informeren. De komende dagen en weken zullen we na moeten gaan wat precies de inventarisatie is op dit stuk. Ik ben vandaag aangetreden. Ik wil u dus daarom ook vragen om enig geduld.